futang te mirati furu in mi ne opo miste gratide gratide na in mi pres dora la tesi meta ki misa ambegi ambegi misili gratide gratide na in mi pres dora la tesi meta ki Masradewati. Amen. Fukisivi ambegi. Thank you, Apresti. Ook to amamante disi, me bar uno wan blessi odi na name fu Masra Jesus. Amen. Praise Masra. Ook to tide, ade wakanaad baka, ade wafoorak baka gimi, fu maknap jaso, and prati na ngayu, kumopo uit awordu fu Masra. Ook to jaso miwangi a apostel, Air Granny, ook de First Lady, die abi afvertrouwen. Na ini mee voor machari, a word to give you tide mamanting. Kobiki a engel fa oso tide mamanting wan bigi anu. Hallelujah, bika. Ade gado di verkisi eng. Fuchari a kudde disi go na a rase geweide. Megi ook de granny na de ouderlingen, den diakene, die krakami tide mamanting ook to na gebed. Ma ook to you, die dejaso, doro genade fu Masra. Amen. Tide manteng, brana na sisa, mi wan bemoedig you, again, ook to select fauyere, die sister Della Betaki, we libi in trang ateng in attendisi, ma we wan bemoedig you tide manteng, gado ab alasani ondro in controller. Tide mamanteng, we want to thank you that next no the onmogelijk gi agado sa we dini. Tire mamanteng, we want to thank you a wins sma e fado na you say and tintusung e fado na you rechter anu. We want to thank you tire mamanteng gado gi you na nga mi genade tide fu magtang knapu and me bribi tak gado e sorgu giwi. Gado e look of you. Take one brother of Assisa, say you take a God and look of you. Amen. And they take no take nga cliche, ma take nga bribi. Amen. Take you serve God and look of me. Amen. Praise Masra. Hallelujah. Masra grantangi ook to tire mamanting for you genade Masra. Papa, dat ook tot idee, je wangi, je volk, mikare Masra, mopo, Masra uit, apatu voor je, mikare Masra, je woord tot de wibrede ook tot de mamanseng, en grantangi dat je samit ibri atzi, Masra die ekong tot de Masra voor arki, a woord tot voor je. Grantangi dat je sabi in soort situatie dente, in soort omstandigheid dente Masra, en grantangi papa dat je de agado voor a onmogelijke. Grantangi papa dat je de agado die taki en apsa. Grantangi Masra to the Gado Masra, Papa di Abi Bomoyenes Nanga, we ook to in attendisi Masra. Papa, pesosma, las hopu, pesosma, de ontmoedig Masra, sosma e sari, Papa tire mamanteng, that you word to sagi krakti, you word to sagi verfrissing, you word to sagi doorbraak tire mamanteng, gide wandi e abe fanodu in a name for Jesus. Grantangi Masra, we praise your name, and we give you granny. And glory. Amen. Tire de mamanteng, lobby wang, mi wang pomudok you, and a tema for me, for tide mamanteng, de gado wangi you, wan door brak. And gado wangi, wan door brak, doro you. Thank you, Serevi, that gado, you e gimi wan door brak. And gado, you wangi wan door brak, doro me. Amen. So lazy te we tak de word to DC. We imi baka ede we tak. Here is it mogelijk. In deze tijd. Mi sabi tak. Everyone of you. Be begif one door brak.
in sort kabit you a begging you want door brak. And tira maman saying, me wa ask you for hori a belofte sa wik me kisi de afgelopen ding pe we yere dat masra give a word to so for the Here it's the wonderlik say. Me want you tira man ting hori na a promise dati. Because tell you a hori, tell you a fall hard that you shall see out to a outcomes the God want give you. Me sabi sande onmogelik give in a tendency. Sansa you be aksi masra solanga. Sansa you be verlang the wense for you. So lazy, ye take well, ye proclamere well, ma a bribi e mankeri, God will sap that he owe to. Amen, God will sap that he owe to. Tire mamanteng, mi wan char you go na enkele verse, the owe krek a bribi for you go na look to, and pay you sa luku, and pay you sa opo you ere, go na look to, fu pay you ye pisakong. Tak mi declari. Mi declari. Amen. Mi wan take you to the mountain. Afgelopen ding mi ben toevallig mi beere to boy sagascoro. A presipe me broko. Mi yere fat to boy betaki abrawan spells haken. Wat voor mij heel onduidelijk is hoor. Maar de betakwa sani die be catch me anda. En ik go onderzoek even snel mijn actie van Brada ja in mijn gemeente die de kampioen in schaken dat naar Brada Dave mijn actie van Tusani. En die man denk, ik wil tegen jou wat mooi Sani uit een woord voor Masra. Ik wil actie de wang die de na Beamer voor zorg even een plaatje dat die. Ik begrijp er niet veel van hoor, maar ik heb iets ontdekt en iets gehad dat match met Gods woord. Schaken naar een spel, naar een game, zang, je abi voor, denk je, voor je potwa set. En ja, zo we zien, pionnen, we zien een blakke wang drapen, dat na een koning. En me zie een geerwang of een witwang. Me zie na, helemaal aan deze kant is er ook een pion, dat is ook een koning. Heb ik begrepen. En het middelste, dat is een koningin. En move this, dat je door het naar een punt, ja zo. Dat want dat die een wang die een prey, een blakke pion. En de a koning voor jou, die dat zei. That one taki give you a the game over. Is that what Mr. Dave? Give you a kaba. Inap noa enkri uitweg moro. Give you a spell a kaba. It is voorbij. Je hebt verloren. Because alle moves that you want probeer no, then to that he will blokkeer you. That one taki je bent gecornerd. Je bent gevangen gezet. Je kan geen kant uit. En kan is maar dit jaar zo nou wie minder te de man ding. Je situatie de ook te zo. Dat je de helemaal in een corner. Bij alle principe je luku. Alle principe je wan go. Je ziet dat je passie no de giu. Omdat giu hij betekent game over. Maar die de man ding me wan take you lobby wang. You, no forget a identiteit for you. Did a man tell me what take you? You na peking for a allerhoogste. You de a peking for a konu for konu. You abi wan hoge identiteit. Koninklijke identiteit. In Petrus, it take you dat we behoor door a offer for Masra Jesus. Dat we behoor dat a koninklijke priesterschap. Wa heilige natie. Wa volk die God op het apartie. Die de mama denkt, me want bemoedig you en herinner you dat you abi a identiteit dat hij. A God of alle God. Etaki, niets is onmogelijk voor mij. Die de man denkt, me want take you. A winsi, a situatie for you. Kers, a situatie disi. Die de man denkt, me want take you. God, de instaat, voor give you toch, want traset,
for you, win astray for you. Hallelujah. Gado na agado, did they instant for kiyo one traset. Pe awan disi na geri. A situation for you and take you for you is at for bay. Did they manteng mi one bumudok you. Taki for you and me is it nog niet voorbij. Zeg het aan jezelf. Voor jou en voor mij is het nog niet voorbij. A faith that you a blow to the mountain. Want take me that God in plan na nga you no kaba ete. Zeg met mij. Mijn God heeft een andere set. Heeft een andere move. Heeft een andere weg. Heeft een aparte en unieke set voor mij. Lobiwang, te wil luku in een situatie per wie en libi in een ding. Besranang en verkeer en schreef je nou. Tide mante mi want take you. God heeft alles onder controle. God heeft alles onder controle. Wat hij van ons verlangt is om onze vertrouwen op hem te stellen. Isabi, because so lazy, na gado laten to, for you, kom face to face te staan, na nga a onmogelijke. Me want take you, kade you no Jeremy, so lazy, gado e charing na a fasi, pe you na nga me, e kom face to face te staan, na nga a onmogelijke. Me want char you go, na ini Exodus, hoofdstuk 13, pe we she, pe, Israel bede jaren na ini katibo na ini wan kondre Egypte. En abe de ating fugado fu verlusu e volk. Exodus hoofdstuk 13. Trape me lezi tak farao begi Israel a toestemming fu mopo uit a kondre Egypte. En me lezen na ngayu, dus de doortrocht door de Schelfzee. Toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel deze de naaste was. De be moest konden in wan kondre voor melk na honig, en wan moro shat pasi de voor waka na a kondre voor de Filistijnen. Maar me lees jaso, gado no charting tapapasi dati. Thank you, Srevi, dat God leidt mij niet door deze weg, maar naar die lange weg, naar die onmogelijke weg. Hou dat vast. Me lees hier, Morofara, want God zeide, het volk mocht eens berouw krijgen wanneer zij in strijd gewikkeld werden en naar Egypte terugkeren. God be sap apraks is it take me God sap apraksiri for you nanga me in attendisi sof uno yoshi taki God e pour een voor een alle steunpilaren for you alle steunpilaren what you so zeggen that is a backup that is a backup this is a backup this is a backup God e pour sa safri alle de steunpilaren for you. Because God up one plan nanga yun nanga mi. Amen? God up one plan. Because if you have a backup, you know for trauma sra. Ik weet wat ik zeg. Wanneer je een backup hebt, vertrouw je niet op God. Je gaat vertrouwen op die backup. God be charing dat mi masra nanga mi be roko na wan presi en u las af roko drape. Geen backup. Maar God is genadig. God maakt altijd een weg voor jou open. Waar mensen hebben gedacht dat het klaar en afgelopen is met jou, zeg ik vandaag, de Heere heeft nog een andere set voor jou klaargezet. De Heere heeft vandaag een set voor jou klaargezet dat speciaal jouw naam heeft vanmorgen. Broeder Raoul en zuster Damaris, God heeft een set voor jullie gezet. Klaargezet. Speciaal met jullie naam erop. Lieve broeder en zuster, mi sabi, mi no ma jebju so lazy, a apostel no ma jebju,
Sos manoma ye piu pe yu me pot yu denk tak e dar kan ik het vinden. Ik wil u vanmorgen bemoedigen. God heeft een aparte en unieke set voor u gezet. Vandaag, klaargezet. Kroon des levens. Hoor het woord des Heren. De Heren is de God van het onmogelijke. De Heren is de God die wegen maakt waar er geen wegen zijn. De Heren die deuren kan openen die gesloten waren. Vanmorgen is een nieuwe dag. Vanmorgen is een nieuwe gelegenheid. Vanmorgen is een nieuwe belofte. De Heren der Heerscharen is in ons midden. Halleluja. Halleluja. Ik ook. Ook ik bevind me in deze situatie. En door dit spel, weet er niet veel van, maar dit weinige wat ik heb gezien, heeft me bemoedigd vanmorgen. En daarmee wil ik u bemoedigen. Daarom liet God het volk zwenken naar de woestijnweg, naar de Schelfzee. Ten strijde, toegerust, trokken de Israëlieten op uit het land Egypte. En Mozes nam het gebeente van Jozef mee, omdat deze de zonen van Israël plechtig gaat doen zweren. God zal zeker naar u omzien. Dan zult gij mijn gebeente van hier met u meevoeren. Zo braken zij van Sukkot op en legerden zich in Etam aan de rand der woestijn. We zien dat volgens vers, de Heere was met hen dag en bij nacht. Tiremi wat herinner u, de Heere is met u dag en bij nacht. Hij leidt u op die onmogelijke weg. Hij leidt u op die onmogelijke weg. Denk aan Tori. De Israëlieten. Ze waren zo blij dat ze uit Egypte kunnen gaan. Zo lees je kies van woorden voor Masra. Voor laten los en je gota papasi. En plotseling, je miet een onmogelijke situatie. En het eerste wat je denkt, is het wel God die me gestuurd heeft naar daar? Kan ik niet terugkeren? Is het waar of niet? God leidt Israël naar een onmogelijke situatie. Die ben je naar een rode zee. Een vijand die bakken. Zij waren geklemd. Ze konden niet verder. Want voor hun was de Schelfzee. Bakken ding een vijand die. En een vijand die bedenkt dat je oké en nu is het afgelopen met jou. Een situatie kan denken, het is afgelopen met jou. Zuster Rosie, een situatie kan zeggen, het is afgelopen met jou. Zuster Heidi, de situatie kan zeggen, het is afgelopen met jou. Maar vanmorgen zeg ik, deze ochtend geeft de Heere aan jullie door. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk. Misschien heb je nergens om te gaan. Dat is wat de vijand denkt. Hij heeft je getrapt. Misschien heeft je gezondheid dat aan jou gezegd. Je financiële situatie heeft dat aan jou gezegd. Huwelijkssituatie heeft dat aan jou gezegd. Maar de Heere brengt u niet op een makkelijke weg, maar een onmogelijke weg. Niet naar een eenvoudige weg, maar een complexe weg. Omdat hij een plan heeft met u en met mij. Zoals de Heere met Mozes was, zo is de Heere ook met ons. Die afijand die denkt dat je abe kies een volk voor Israël, dat we zien dat Gado bij Mickey wan passie na in die onmogelijke as Schelfzee. A Mickey wan passie na Schelfzee bij a volk voor een beka abra go na atrasee. Dank u schrift die de man ding. Dank u vader dat het voor mij niet is afgelopen. It is not game over. It's not. No, it's not. It's not game over. Mag ik dat plaatje weer even? Apprentici e sorbi da chi was malassi in astre. En dat na awang di abi abla kapion. Ma preise gado, daka ab, gado abi wa onmogelijke set etegiu. Wat unieke set in de geju, dat toch je kan winnen als twee. Ik wil tegen je zeggen, mama, God is niet afhankelijk van de limitaties die we hebben. God is niet afhankelijk van de grenzen die we hebben. Zo lekker, van een plaatje die ze, een blakke pion, hebben we een grens. God is in staat
fudrai atori di you for deal. Tinamanteng mi want take you. Gado, God is installed on the tafels the care for you and for me. God is installed in deze tijd, ook nu, om de tafels voor u en voor mij te keren. We zien daar een koning en een koningin die de andere koning heeft vastgehouden. Maar ik zeg u vandaag, God, voor God is het niet moeilijk om dat hele spel te keren. En vandaag wil ik u bemoedigen, die situatie waarin u bent is nog niet voorbij voor u. Verklaar u niet de nederlaag, maar ik wil u zeggen, God heeft voor u bereid een dis en klaargemaakt voor u vanmorgen, voor de ogen van wie u en mij benauwen deze dag. God heeft een unieke en aparte set voor u, waar u en ik nog steeds in de overwinning staan. Amen. Geef de Heer een prijs deze morgen. Zeg hem, dank u voor de overwinning. Dank u voor de overwinning. Misschien hebt u het nog niet gezien, maar het komt. Het wordt zichtbaar. Het wordt zichtbaar. Halleluja. Kroon des levens. Mensen kijken naar ons misschien. Anderen met grotere hoeveelheid leden. Kijken misschien minachtend naar u en naar mij. Maar ik wil u zeggen, voor ons kroon des levens is het geen game over. De Heer is bezig met ons. De Heer geeft ons niet een makkelijke weg. Het is niet makkelijk. Maar het is een onmogelijke weg waar we zeggen, hoe gaat de Heer dat doen? De Heer is in staat dit huis te vullen. De Heer is in staat dit huis verder te bouwen. De Heer is in staat u en mij verder te brengen naar waar Hij, u en ik, heeft bestemd om te gaan. Halleluja, prijs de Heer. Ik wil u brengen naar een ander voorbeeld deze morgen. Dit zijn voorbeelden die mij bemoedigd hebben in deze tijd. Ik wil u zeggen, wanneer u en ik doen wat God zegt dat we moeten doen, doe uw deel. Doe uw deel. Ik schaam me niet om te zeggen dat ik nog steeds wacht op mijn financiële doorbraak. Maar ik maak me niet druk, omdat God heeft gezegd, kind, maak je niet bezorgd. Werp al jouw bekommernissen op mij. Ik weet niet welke doorbraak jij nodig hebt. Maar God is de God die zegt, hij is geen man die liegen zou. Wanneer hij dat heeft beloofd, gaat hij dat doen. Hij gaat het doen. Hij gaat het doen. Doe wat jij moet doen. We hebben principes geleerd. We hebben gehad van de apostel. We zijn allemaal voorin gelineerd. We hebben ontvangen de instructies van de Heer. Laten wij niet verzaken om onze algehele tiende te geven. Dat is één van ze. Algehele tiende. Hoe moeilijk het ook is. Hoe moeilijk het ook is. God gaat je niet beschaamd laten uitkomen. Ik ben een levend bewijs daarvan. God gaat je niet beschaamd laten uitkomen. Ten tweede, breng je offers. Doe alles van jouw kant wat je moet doen. En je zult de hand des Heren zien in uw leven. Lieve mensen, misschien kijken ze neer naar u. Omdat ze weten van, je bent niet zo sterk. Van jou hoef ik dat niet te verwachten. En van jou hoef ik dat niet te verwachten. Maak je niet druk. Maak je niet druk. God is de God van het onmogelijke. Amen. In mijn situatie, juist waar wij onze werk hadden verloren, heeft God ons een huis gegeven. Dat is een wonder. Dat is een wonder. Een wonder van God. Een wonder van God. Dat Hij alleen kan doen. Ik ken mensen die ook ondanks zij zoveel verdienen, niet in staat zijn om een huis te kunnen permitteren. Maar God is mij genadig geweest. Ik weet niet welk wonder u nodig hebt. Maar God is in staat om deze aan u te geven vanmorgen. Ik wil u brengen vanmorgen. God is in staat u die doorbraak te geven wat u verlangt. Hij kent uw verlangens. Hij weet wat u allemaal nodig hebt. En God gaat het doen. Zeg, God gaat het doen. Ik moet doen wat ik moet doen. En God gaat de rest doen. God is de God van het onmogelijke. Oh my God. I love this God. Oh Heer, ik hou van u. Ik dank u wel niet om wat u gedaan heeft,
maar ik hou van u om wie u bent. U bent de Heere der Heerscharen. In deze tijd wil de Heere dat wij ready moeten staan. Laten we niet passief zijn in deze tijd. We moeten ready zijn, want elk ogenblik kan dat wonder gebeuren. Elke dag weer sta ik met frisse moed op en ik zeg, Heere, wat heeft u klaar voor mij vandaag? Wat gaat er vandaag gebeuren? Heere, wat wilt u dat ik moet doen voor u? Heere, wie is het die ik moet bereiken vanmorgen? Vandaag wil ik u zeggen, u hebt een roeping. U bent speciaal. God heeft u niet alleen geroepen voor uzelf alleen. God heeft u geroepen met een speciale doel en plan. En het plan is nog steeds zielen winnen. Zeg met mij, zielen winnen. Zielen winnen. Dat is het eerste waarop wij gefocust moeten zijn. Ik mocht door Gods genade weer afgelopen periode iemand brengen tot de Heere. Die persoon was afgevallen vanwege omstandigheden. En die persoon was gepijnigd geworden door gemeenteleden. Gepijnigd geworden door de leiding. En die persoon heeft zijn geloof bijna kwijtgeraakt. Is bij ons komen werken. Heb er bemoedigd. Heb er een boek gegeven van pester. Ik heb met haar gesproken. En ik zag weer die opleving. En ze heeft weer de Heere aangenomen. En op dit moment is ze vertrokken naar Frans-Guyana. En ze dient daar de Heere. Ze dient daar de Heere. Laten wij op dit moment alert zijn. Want God wil die doorbraak ook door ons naar iemand anders toe brengen. Er is iemand die wacht op u en mijn gehoorzaamheid. De glorie van God zal doorbreken wanneer u klaar bent. Zeg met mij, de glorie van God kan doorbreken door mij. Amen, halleluja. Laten we even gaan naar het boek Johannes. Johannes hoofdstuk 2. Johannes hoofdstuk 2 praat over een bruiloft in Kana. En op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u van nodig? Mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden, wat hij u ook zegt, doe dat. Vandaag zeg ik u, wat de Heere ook aan mij zegt, ik zal het doen. Zeg het met mij. Wat de Heere mij zegt, ik zal het doen. Nu waren daar 16 watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 meetreten. Jezus zeide tot hen, vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. En hij zeide tot hen, schep nu en breng het aan de leider van het feest. En zij brachten het. Toen nu de leider van het feest het water proefde dat wijn geworden was, en hij wist niet waar deze vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het. Riep de leider van het feest de bruidegom. En hij zeide tot hen, iedereen zet eerst de goede wijn op. En als er goed gedronken is, de mindere. Gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Wist je ja zo dat we een bruiloft binden? En wist je ook toe dat we een tekort binden aan wijn? Het belangrijkste van het feest. Dit is Magona feest, de Luku Adaru.
Ze kijken naar de drank, wat wordt voor ze klaargezet. En er was een tekort aan het voorraad. Vandaag wil ik u zeggen, dit was een bruiloft, maar smatro. In het huwelijk kan er soms een tekort zijn aan iets. In uw leven kan er soms een tekort zijn aan iets. Maar vanmorgen wil ik u zeggen, wanneer u de Heere uitnodigt in uw leven, dan zal Hij maken dat er een overvloed komt. De Heere is in staat van nu te brengen van een nul situatie naar een overvloedige situatie. Ik wil u vandaag zeggen, de gezinnen in ons midden, die een situatie hoeft niet alleen voorraad te zijn, maar uw geestelijke, uw financiële, uw materiële situatie kan soms een punt bereiken waar het nul is aangegeven. Maar vanmorgen wil ik u zeggen, de God van het onmogelijke kan u brengen naar de plaats van overvloed. Deze morgen bid ik de Heere voor u. Heere, bezoek mijn broeders en mijn zusters met uw heil vanmorgen, met uw overvloed vanmorgen. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Halleluja, prijs de Heere. Wij moeten doen wat wij moeten doen. En de Heere zal verder overnemen. Wij mensen zijn vaak gefocust op wat wij niet hebben. Waar of niet? Waar of niet? Dat belemmert ons soms om God glorie te zien. Bijvoorbeeld, de mensen die single zijn soms zo gefocust van ik heb geen partner. De mensen die in een huwelijk zijn en die nog geen kinderen of geen kinderen hebben, zijn gefocust op dat punt. Mensen die alles hebben, zijn gefocust op een weer ander punt. Wij focussen op dingen die we niet hebben. Maar vanmorgen wil ik u zeggen, laat uw focus gericht zijn op de Heere der Heerscharen, die in staat is het onmogelijke voor u en mij te doen. Mishijaso, taki awain bekaba. Voorraad was op. De gasten waren er nog, maar wijn was op. Wat voor schande zou dat niet zijn? Mensen zouden praten over dat feest. Mensen zouden praten over dat feest. Ik ben naar een huwelijk gegaan. Ik heb geen drinken gehad. Dan is mijn hoorfeest. Dat ring in Osari. Een heleboel dingen kunnen mensen je zeggen. Maar prijs God, Jezus bedrabbe. Jezus was daar. En de bruid en de bruidegom hadden het niet eens door dat wijn op was. Als je het leest, ze hadden het niet eens door. De mensen die moesten bedienen, zij hadden het door. U en ik zijn werkers in Gods koninkrijk. Sommige dingen weten mensen niet. Maar u en ik zijn werkers. Wij weten bepaalde dingen wel. En dan is het zaak dat wij de Heere der Heerscharen aanroepen. Opdat hij overneemt van deze situatie. Ik lees dat Maria daar was en die had geholpen, kwam tot Jezus. Ik hou van de boodschap die Damaris ooit eens had gebracht. En haar titel was, zeg het aan Jezus. Zeg het aan Jezus. Vanmorgen wil ik u zeggen, broeders en zusters, en wat ik ook doe. Ik ga het niet aan mensen gaan vertellen. Ik zeg het aan Jezus. Hij alleen kan een wonder verrichten in mijn situatie. Hij alleen kan een wonder verrichten in uw situatie. Amen. Prijs de Heer. En Jezus hoorde het en hij gaf de opdracht aan de mensen die daar waren. En hij zei aan de mensen, vul deze vaten. En ze deden het. Schep dat water uit wat je hebt gevuld en breng het voor de persoon. Voor de leider van het feest. En hij proefde het en het werd wijn. Vanmorgen wil ik u zeggen. Jezus is in staat. Van geen wijn te brengen naar overvloedige wijn. Hij alleen was in staat om dat te doen. De leider van het feest wist niet wat er gebeurde. Maar God wil gebruiken de mensen die ready zijn. Capabel zijn. U en ik die in het werk des Heren staan. Wij moeten ready zijn zoals die vaten daar ready waren. Jezus bij Luko om zich heen. En dan bij Shi, die 6 vaten die daar waren.
En hy sê, hey, had ek goed iets anders kunnen zeggen, maar die waren in de buurt. Blijf altijd in de buurt waar de Heere u wilt gebruiken. Blijf altijd in de buurt, zodat God klaar is om te doen wat hij door u wil doen. Die 6 vaten, ze waren ready daar. Ze waren reeds in gebruik. Er was water erin. U en ik, wij werken al voor de Heere. Amen. U en ik zijn klaar om door de Heere gebruikt. Wie wil door de Heere gebruikt worden vanmorgen? Wie wil echt door de Heere gebruikt worden vanmorgen? Niet alleen om te zeggen, nou, niet doen, hè, omdat ik het heb gedaan, is dit en dit gebeurd. Nee, ik heb het niet daarover. God wil dingen doen in ons midden. Nu, in deze tijd. Vanmorgen. God wil dingen doen door ons. Daarom heeft hij u en mij uitverkoren. Daarom zijn wij hier. God wil ons gebruiken tot eer en glorie van zijn naam. Hij alleen moet de eer krijgen. Maar wij moeten ready staan. Zeg met mij, ik moet ready staan. God wil nieuwe dingen doen in ons midden. God wil nieuwe dingen doen in uw midden. Bent u ready ervoor? De 6 vaten waren klaar. God wil dit wonder doen. Wanneer u en ik ready zijn om gebruikt te worden. Wat het ook mag zijn. Wat het ook is dat u op dit moment hindert. Wat het ook is wat u op dit moment heeft aan gebrek. God is in staat om deze op te heffen. Halleluja. God is goed. En het zal gebeuren in Jezus' naam. De vaten waren daar met water gevuld. Vanmorgen wil ik u zeggen, lieve mensen. Wees bij de hand. Zeg met mij, ik wil bij de hand zijn. Bij de hand wil zeggen, je bent binnen handbereik. Dat wat je nodig hebt, is binnen handbereik. Wanneer God iets wil doen ergens, wanneer God iets wil doen in uw situatie, heeft hij iets nodig binnen handbereik. En u en ik moeten ready staan binnen handbereik. En God wil nu iets doen. Johannes 2, vers 10. En zij brachten het, toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was, en hij wist niet van waar deze kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het, riep de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot hem, iedereen zet eerst de goede wijn op, en als er goed gedronken is, de mindere. Gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. Tot dit ogenblik bewaard. Voor nu hebt u het bewaard. De Heere geeft aan dat hij op dit moment iets wil doen in u en mijn leven. Er was een gebrek in de situatie. En dan weten wij, wanneer wij drinken zetten voor mensen, dat zegt de Heere, dat zegt die man zelf. Hij zegt aan de leider van het feest, aan de bruidegom, u heeft eerst, mensen zetten eerst het goede wijn. En wanneer de gasten goed gedronken hebben en hun tong is dik geworden, ze proeven niet meer, dan zet de leider van het feest minder goede wijn. Ik ken de namen van de wijnen niet. Ik ben geen drinker, maar ik ben wel eter. Als je een sopje zet in koek, eet ik het, maar ik drink het niet. Het gaat niet door mijn keel. Ik eet het wel, maar ik ken de namen niet. Is er een dure wijn die iemand kent hier? Help me even met de naam. Niemand drinkt? Oké. Okay. Een dure soppie? Een blue label misschien? Wordt eerst voorgeschoven op het feest. En daarna komt men met een palm. De mensen die hebben gedronken weten het verschil niet. Maar de Heere heeft hier iets gedaan. En de leider van het feest geeft die bruidegom een compliment. Om te zeggen, luister. Je hebt de beste voor het laatst bewaard. In deze tijd, lieve broeders en zusters, wil de Heere het beste aan u geven op het laatst. The best is yet to come for you and for me. The best is yet to come. En daarna kijk ik uit. Ik haal het niet weg uit mijn hoofd. Ik heb misschien een lange weg te gaan. Misschien hebt u die van u eerder gehad. Maar van mij is wie het laatst lag, lag het best. Troon
naslavens, wie at laatst lacht het best. Amen. De Heer is bezig ons te transformeren naar het beste die Hij heeft weggelegd voor ons. Deze tijd wil ik u zeggen, raak u niet ontmoedigd. Het is inderdaad soms, wil het je frustreren, ja. Maar wanneer ik u zeg, wanneer u uw oog weghaalt van de situatie en plaatst het op de Heere, zult u zien dat u nieuwe kracht krijgt. Wat hebben we vorige keer geleerd? Wie op de Heere wacht, wie de Heere wachten, putt een nieuwe kracht. U krijgt nieuwe kracht. Geloof me, wie op de Heere wachten, wij willen dat hier gevuld moet worden, ja toch? Wij willen zien dat het werk verder gaat uitbreiden, ja toch? Maar de Heere zegt vanmorgen, wie op de Heere wachten, putt een nieuwe kracht. En wij zullen opvaren als arenden. Wees u niet ontmoedigd, broeder Winston. Wees niet ontmoedigd. Ik wil u zeggen, de beste is komende. Wees gehoorzaam aan het woord Gods. Wees gehoorzaam aan de instructie. En u zult het wonder zien. De Heere heeft het beste voor u weggezet. Is eigenlijk al klaar. Ik moet het alleen nog ontvangen. Maar dat is op Gods tijd. Ik ben excited. Wanneer ik uit Gods woord mag drinken. En wanneer God persoonlijk tot mij spreekt. Zeg ik van Heere, u bent goed. Hij is het die bemoeienis heeft met ons. Wij kunnen misschien 1 broeder, 2 broeders moedigen. Maar God is overal. God is alomtegenwoordig. God is alwetend. Wat je mij niet wil vertellen, weet God. God. En Hij is in staat om een ommekeer te brengen in u en mijn situatie. Amen. Hier wil ik u zeggen, in deze tijd, om door God gebruikt te worden. Wij allemaal. Wie wil door God gebruikt worden? We zijn allemaal hier. Maar wanneer het de tijd is, wanneer die slagen komen, wanneer hardship komt, denken ze wat terug. Zijn we net als die Israëlieten die terug willen gaan naar Egypte en denken aan die vleespot, aan die uien en die knoflook die ze daar konden eten. Maar vandaag wil ik u zeggen, u bent te ver met de Heer gegaan. Misschien staat u nu bij de Schelfzee. God wil het wonder doen voor uw ogen, om te zien wat Hij kan doen in uw leven vanmorgen. Halleluja. Laten wij binnen handbereik zijn voor de Heer die ons wilt gebruiken in deze tijd. Ik wil u zeggen, zoals de Heer daar in het huwelijk, Gods glorie, it crashed in the wedding. Vandaag wil ik u zeggen, zo kan Gods glorie crashen in uw situatie vanmorgen om u dat wonder te geven. Halleluja, u gelooft het niet. Ik wil u zeggen, zoals de Heer gekomen is, Gods glorie, in het huwelijk en het probleem wat daar was opgeheven heeft, zo wil de Heer ook opheffen in uw situatie. En Hij wil u en mij gebruiken. Er zijn mensen die een wonder nodig hebben en God wil u en mij gebruiken om dat te bewerkstelligen. De Heer gaat dat doen, maar wij moeten binnen handbereik zijn. 1, we moeten binnen handbereik zijn. 2, we moeten bereid zijn. Zeg met mij, bereidvaardigheid. De Heer heeft ons geroepen bij onze naam. Hij heeft ons een plek gegeven. We zijn een levende bouwsteen in de geestelijke tempel des Heren. En wij dienen bereidvaardig te zijn. Wanneer er een oproep gedaan wordt, moet het kunnen dat wij deze kunnen vervullen. Zoals we hebben gezien, waren deze vaten bereid om gebruikt te worden. In die tijd gingen ze die vaten gebruiken om ceremoniële handelingen te plegen. Hun handen wassen, hun voeten wassen, hun gezicht wassen. Maar de Heer had een andere... Hoe zeg je het weer? Een ander plan met die vaten. Misschien had de vijand u gebruikt om bepaalde dingen te doen in uw leven. Maar ik zeg u vanmorgen, de Heer brengt verandering in die hele situatie. De Heer brengt verandering, Hij wil u gebruiken ten ere en glorie van zijn naam. Er was water in,
ma dit was veranderd in wijn. Dat kon alleen omdat de vaten beschikbaar waren. Denk u aan dat van die van Elisa. De vrouw van de profeet was gekomen te overlijden. En ze kwam naar Elisa en ze zei van Heere, de schuldeiser is achter mij om mijn kinderen te verkopen. En het was legal in die tijd. Als je een schuld had in het Oude Testament, zul je zien dat het wel legal was om die kinderen te verkopen totdat de schuld betaald was. Dus het was legal. Maar wie wil zijn kinderen hier verkopen aan iemand anders geven om als slaaf gebruikt te worden? Niemand. Die vrouw ook niet. En de Heere gaf Elisa een woord. En zei, ga vaten lenen bij de buren. En vul het met het beetje olie wat u heeft. We zien dat deze vaten bereid waren om gevuld te worden. Wie is vanmorgen bereid om vervuld te worden met de Heilige Geest? Wie is vanmorgen bereid om gebruikt te worden door de Heere? God is vandaag bezig jouw normale te gebruiken om zijn glorie te openbaren. Zeg het met mij. Vandaag wil de Heer mijn normale gebruiken om zijn glorie te openbaren. Amen. De vaten waren daar en die vaten wisten het. Zij wisten dat er water in zat. En het is veranderd in wijn. Halleluja. Zij wisten het. Het volgende punt om door God gebruikt te worden in deze tijd is bruikbaar. Zeg Heere, ik wil bruikbaar zijn. Ik wil bruikbaar zijn. De vaten waren reeds in gebruik door iets anders, maar de Heere had besloten om ze apart voor iets anders te bestemmen. En dat was om nieuwe wijn, om wijn in zich te hebben. En dan wil ik u vandaag zeggen, in 2 Timotheus 2 vers 21, daar praat de Heere over u en mijn lichaam. Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Zeg amen. Uw lichaam is voor Gods glorie gebouwd. Om zijn geest te herbergen. 2 Timotheus hoofdstuk 2. Vers 21. Daar sprak Paulus tot Timotheus. Laten we beginnen vanaf vers 20. Doch in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en van aardewerk. En die vaten waren van aardewerk. En een deel met eervolle, deels met een minder eervolle bestemming. Indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming. Geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar van ieder goede taak gereed. We hebben gezien dat die vaten water hadden. Het was misschien minder eervol op dat moment. Maar de Heere heeft dat water omgezet in nieuwe wijn. En daar zien wij dat dit voorwerp met eervolle bestemming is geheiligd. U en ik zijn ook bestemd om eervol gebruikt te worden door de Heere. Om het goede taak wat hij gereed heeft gezet om te doen. Vandaag wil ik u zeggen, lieve mensen. Ga niet laks om met uw lichaam. Het is het tempel van de Heilige Geest. Vandaag wil ik u zeggen, zorg goed voor uw lichaam. Het is een tempel van de Heilige Geest. Laat niet alles naar binnen gaan. Want u zult spijt krijgen wanneer het lichaam niet meer kan functioneren. Vanmorgen wil ik u zeggen, uw lichaam is er om gebruikt te worden voor de glorie des Heren. Laten wij ons lichaam waardig behandelen. Want niet zomaar iets woont in u. Het is Gods geest die in u woont.
God's geest woont in u. We moeten ons lichaam niet vernietigen. Zorg goed voor uw lichaam. Kleed u goed aan. Zorg goed ervoor. Ga bewegen. Uw lichaam is gemaakt om te bewegen. Zeg het met mij. Mijn lichaam is gemaakt om te bewegen. Ja toch? U moet voorwaarts gaan. U hoeft, de mensen die naar de gym gaan, prijs de Heer. Ik doe mijn oefeningen thuis. Voor de tv. Niet 1 uur. 10 minuten. Is voldoende. Elke dag is voldoende. 10 minuten. Dan 1 keer in de maand. 1 uur in de gym. Zorg goed voor uw lichaam. God wilt u gebruiken. Ter ere en glorie van zijn naam. Amen. We zien dat de vader bereid waren om te ontvangen. Zeg met mij ontvangen. De Heere zei aan die werkers daar, vul deze vaten met water. De vaten moesten ready staan om te ontvangen. Zeg met mij, ik ben hier om van de Heere te ontvangen. Het werd tot de rand gevuld. Het moest eerst tot de rand gevuld worden voordat de Heer het kon veranderen in wijn. Ik wil u zeggen, vanmorgen wil de Heer u verfrissen met nieuwe kracht en nieuwe zalving. De Heer wil u verkwikken. De Heer wil u, zoals de Heer water heeft veranderd in wijn, wil hij in u en mij een verandering teweeg brengen. Zeg met mij, Heer. Breng die verandering teweeg. Breng die transformation teweeg. Weet je, een doorbraak is broep. Plotseling gebeurt er 1 moment. Snel, snel. Maar een transformatie is een proces. Is een proces. God wil kroon des levens een transformatie geven. God wil ons klaarmaken om veranderd te worden. Om dat wat hij voor ons heeft weggelegd, om dat te kunnen ontvangen. Zeg met mij, Heere, maak me ready. Maak mij klaar. Maak mij bruikbaar. Om ook vandaag te ontvangen van u. Amen. Amen. Er is nieuwe wijn in het water te vinden. U en ik, die de tempel zijn van Gods geest. God wil ons in deze tijd onze doorbraak geven. Ik wil u vragen om met mij op te staan vandaag. Er zijn mensen hier die vastzitten. Er zijn mensen hier die geen kant op kunnen. U heeft het woord gehoord. God is in staat om u deze breakthrough te geven. God is in staat om u te brengen naar een transformatie. Om Gods wonder te mogen ontvangen in deze tijd. Vanmorgen wil ik u zeggen, wat God voor u heeft klaargezegd, staat in 1 Korinthe 2, vers 9. Dat wil ik samen met u lezen en ik wil u vragen om het met me te lezen. 1 Korinthe hoofdstuk 2. Lees het met mij. Maar
Amen. Dit is het woord van vandaag die u nodig heeft. Wat geen oor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien en wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Dit is Gods belofte voor u en mij in deze tijd. De vijand heeft gedacht om u in uw oren te schreeuwen, game over. Maar vanmorgen wil ik u zeggen, God heeft iets anders voor u in petto. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. En wat niet in een mensenhart is opgekomen. Al wat hij voor u en voor mij bereikt heeft. Dat is die ene move, die ene set, die ene weg die niemand had kunnen indenken. Wat mensen hadden gedacht. Misschien hebben mensen u zelfs opgegeven. De hoop opgegeven. Maar vandaag wil ik u zeggen. God heeft voor u in petto. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat heeft hij voor u en voor mij bereid vanmorgen. Deze morgen, lieve broeders en zusters. De Heere is nog niet klaar met u. Hij heeft grote dingen weggelegd voor u en voor mij. Halleluja, halleluja. Ik wil dat u vanmorgen de Heere gaat vertrouwen. Dat u deze belofte in uw handen zal grijpen. En het de Heere een praisebreak geven vanmorgen. En hem zeggen, hij is goed, hij is waardig. Hij is in staat om voor ons te zorgen in deze tijd. Amen, amen, amen. Ik weet niet van u hoor. Ik weet niet van u. Maar ik heb dit gegrepen en het tot mijn woord gemaakt. Wat geen oog heeft gezien. Mensen zien wat er nu gaande is in mijn leven. Mensen hebben gehoord over dingen die in uw leven afspelen. Mensen hebben dingen in uw hart. Maar wat God voor u heeft weggelegd vandaag, lieve mensen. Hij is het waard om alle eer en alle lof te krijgen deze morgen. Lieve mensen, voor u is het nog niet voorbij. Voor u is het nog niet voorbij. Hef uw handen op. Voor mij is dat een breakthrough. Voor mij, wat voor mensen game over is, is voor God pas het begin. Hij die het einde aan het begin verkondigt. Mensen kunnen u zeggen, het is voorbij. Maar God zegt u vanmorgen, ik ben pas begonnen. Ik ben pas begonnen. Nu begint het. Nu begint het. Nu begint het. Nu begint het. Zeg het, proclameer het. Nu begint het voor mij. Vader, nu begint u in mijn leven. U heeft het reeds lang weggezet. Maar nu ga ik het zien uitspruiten. Ik zal het zien uitspruiten. En ik zal er acht op slaan. Want nu zullen dingen gebeuren. Vandaag zal het gebeuren, Heere. Vandaag zal ik uw hand in beweging zien. Vandaag zal ik de wonderen ervaren die u klaar hebt gezet. Omdat ik vandaag beschikbaar ben. Vandaag ben ik bruikbaar. Vandaag ben ik receivable, Heere. Gaat uw gang in ons midden. Gaat uw gang in de harten van uw volk vanmorgen. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Voor de mensen die gecornerd zijn. De mensen die vastzitten vanmorgen. En u hebt het woord gehoord. En u wilt die move, die set zien. Wat God wil doen voor u. Opdat u als overwinnaar uit de bus gaat komen. Wil ik u vragen om naar voren te komen vandaag. Zijn er mensen hier die de Heere nog niet kennen? U bent niet vandaag voor die mandaal gekomen. Of zomaar gekomen. God wil een verandering brengen in uw leven. Zijn er mensen hier die de Heer nog niet kennen? Broeder Jimmy, zijn de mensen, of kennen ze de Heer al? Prijs de Heer. Ik weet dat niet zuster Dorothy alleen in een corner is gedrukt. Komt u naar voren. Jezus zei aan de werkers, gebruik deze vaten. Vul ze met water.
Hallelujah. Ik vraag medewerking van de, mijn medeleiders voor deze mensen te bidden. En u die daar zit, die uw doorbraak heeft ontvangen, laten we eens zijn. Strek uw handen uit en bid u mee op uw plaats. Zij die nog geen doorbraak hebben ontvangen, vanmorgen spreekt de Heer wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Heeft God klaargezet voor u. Halleluja. U mag beginnen met bidden. En u die daar staat en die het gebed ontvangt. Wees receivable. Halleluja. Jezus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. There is power in the name of Jesus. Break every chain. Break every chain.
break every chain, break every chain, to break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. For broken kitty, for broken kitty, for broken kitty, for broken kitty. For broken kitty, for broken kitty, broken kitty, broken kitty. Oh, for broken kitty, for broken kitty, broken kitty, broken kitty. For broken kitty. Broke a kitty, broke a kitty, broke a kitty.